Vandaag is de landelijke dag van de bouw en Van de Ven doet ook mee. Wij openen de poorten van de bouwplaats van het Havenervaringscentrum. Alle bezoekers mogen een kijkje gaan nemen achter de schermen en ja, ik ben eigenlijk ook wel heel erg benieuwd. Ga je mee? Ik sta hier met Mark van Heesik, de projectleider van dit project. Mark, kan je mij nou wat meer vertellen over wat we hier aan het bouwen zijn? We zijn hier een centrum aan het bouwen waar straks een permanente expositie in komt. Waarin je de haven en al zijn facetten kan ontdekken. En de naam van het gebouw, dat wordt het Havenervaringscentrum, met de naam Portlantis. Kun je wat meer vertellen over de bouwmethodiek? De bouwmethodiek is dat het gebouw wordt samengesteld uit stalen kolommen. Dat is een van de wensen geweest van ons en van de opdrachtgever om het circulair te bouwen. Daarvandaan hebben we voor staal gekozen. Dat is namelijk demontabel en eventueel later weer herbruikbaar. En het gebouw wordt ongeveer 25 meter hoog met een stalen kern zoals je ziet. Ja. En daar komen 5 verdiepingen omheen gebouwd met bovenop een panorama restaurant. Zoals je kunt zien is het achter mij al gezellig druk op de bouwplaats. Ja, we vinden het belangrijk om te laten zien hoe leuk die bouwsector nou is. Er zijn allerlei leuke activiteiten te doen op de bouwplaats. En ja, we merken dat de bezoekers heel enthousiast zijn over het project.